Misschien voordat we het thema bekendmaken, okay. Zeg het nog niet wat het is, maar hoe kom je iedere keer tot nou ja, thuis, best, wild west, best, wat was dat de andere? Nou, dat ga ik jou zo eens even vertellen. Vertel. Ja. Nee, we hebben het er altijd met z'n allen over en we leggen dan ideeën op tafel en dan bespreken we dat weer met Benno, onze manager van de toppers. Is dat niet leuk, is dat niet leuk? Ik dacht dat ik van dit jaar weer een paar hele goede ideeën had, maar dat vinden zij dan weer niks. En ik denk dat het nu wel weer heel belangrijk is, ik zeg het uit, het thema nog niet, maar dat de kleur... Komt-ie hoor. Maar enorm aanstaat. Ja, wij hebben er wat meer moeite mee. Ja. Maar goed. Ja, dat is helemaal niet waar. Nee, want je hebt nog ik durf niet zoveel te zeggen. Nog, hè? Dus hoezo? Ja, je moet, want je komt niet meer aan de beurt met z'n vieren. Je moet gewoon gas geven. Maar ik ben zo benieuwd naar die idee die het geworden is. Ja, het was een pyjama party, dus iedereen in lingerie, pyjama of een leuke badjas. Ga nou niet alles vertellen, want dan heb ik je gehad. Jij weer het volgende was, wat ook afgekeurd is, is... Vertel het eens. Nee, zeg maar, nog eentje. Nudiste. Had je ook nudisten? Nee, hoe heet het ook alweer? Nou, ik kom er zo op. Maar het was een film, een beetje musical-achtig. Het is van een film en dat was de Pirates of the Caribbean. Dat vond ik ook leuk. Ja. En een groot schip in het midden maken, daar met een groot podium. En dan komt iedereen natuurlijk een heel goed idee. Is het allemaal niet geworden? Het is wel maar wat is het wel? Dit. Nou. Ja. De Circus Edition. De Circus. Ja, de Circus. Pretty in Pink, Circus Edition. Ja, dat is toch enig, niet? The Circus is coming to town. En ik ga in de trapeze, hè? Ja. Ik heb een trap en jij peesje. Ja. Maar hoezo Circus Edition? Geen idee. Ja, het is natuurlijk elk jaar een circus. En er is heel veel, en er is ook heel veel mee te doen natuurlijk, met circus. En, maar het leuke ervan is dat je gewoon gemerkt hebt in de afgelopen jaren... dat mensen die vinden het gewoon heel erg leuk om zich aan te kleden. Wat natuurlijk heel belangrijk is, daarom ook vanavond, dat we dit bekendmaken. Ja. En je merkt gewoon dat mensen die zijn bij elkaar, wat doe jij aan, wat doe jij aan. En er worden hele parties worden er thuis georganiseerd.